Ik ben Ivan van Aert en ik ben regisseur. Ik ben sowieso een heel optimistische regisseur. Dus ik hou ervan om een plan dat onmogelijk lijkt, toch op een of andere manier mogelijk te maken. Geef mij vooral beperkingen, dingen die niet mogelijk zijn. Dingen die heel belangrijk zijn, waar je absoluut niet van af wil wijken. Dat geeft juist een soort motor voor creativiteit. Qua stijl of qua voorkeur in verhalen hou ik er wel van om altijd ergens toch de humor van in te zien. Als ik nadenk over een verhaal, dan begint het eigenlijk altijd bij een persoon. Omdat iedereen heeft een verhaal. En als je daar scherp op bent en als je nadenkt over welke verhalen daaruit interessant zijn, dan ontstaat er eigenlijk een hele wolk aan ideeën en potentiële verhalen die je kan vertellen. Ik haal eigenlijk mijn inspiratie uit van allerlei aspecten in het leven. Ik ben bijvoorbeeld heel erg TikTok verslaafd. Ik vind het heel leuk om te zien dat het medium in handen van heel veel mensen belandt. Ik geloof heilig in goede voorbereiding. Hoe beter je voorbereiding, hoe makkelijker je kan laten verrassen op de set. Een goede voorbereiding en een sterk plan creëert rust, creëert zelfverzekerdheid bij iedereen. En als er dan iets gebeurt wat niemand had kunnen bedenken, dan heeft iedereen er plezier aan. Ik vind het sowieso altijd belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. En dat is een manier om iets heel creatiefs en slims en moois te maken.